In de eerste week van de maand januari vindt er traditiegetrouw in het raadhuis in Hoofddorp de nieuwjaarsreceptie plaats. Onze collega Jan Rijpkema die was aanwezig en hier vanuit het trappenhuis van PK hebben we een heel mooi kijkje naar het raadhuis. Opzet die wij hebben gekozen dit jaar om meer mensen, ook andere mensen, op de nieuwjaarsreceptie te krijgen, is gelukt. We hebben samen met vijf actieve organisaties in de Haarlemmermeer een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. En dat betekent inderdaad een grote opkomst. Ook mensen die anders niet naar het gemeentehuis komen, nu ook ontmoeten. Andere mensen die van andere organisaties zijn, kunnen hier met elkaar in contact komen. Echt Haarlemmermeer ontmoeten en verbinden. Maar een burgemeester houdt ook elk jaar een toespraak, een positieve toespraak deels, maar toch ook veel zorgen over hoe mensen met elkaar omgaan, over onze veiligheid. Ja, ik heb aangegeven dat ik me zorgen maak over de verruwing in de samenleving en de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Een vrouw die door jongeren uit haar rolstoel wordt geduwd, tot een discussie in de Kamer waar mensen elkaar uitmaken voor knettergek in plaats van een inhoudelijk debat te voeren. Volgens mij is er een verband tussen die twee zaken. Hoe gaat de samenleving met elkaar om? Hoe gaan mensen in de samenleving met elkaar om? En hoe gaat de politiek er met elkaar om?